Hey allemaal, welkom terug bij ons kanaal FitFacts, waar jouw veelgestelde vragen over fitness en gezondheid zullen beantwoord worden. Vandaag toon ik jullie 3 buik- en rugspieroefeningen die iedereen zou moeten kennen. Roll the intro! De eerste oefening is een deadbug. Een deadbug voer je uit op je rug. Zorg ervoor dat je jouw rug tegen de grond rolt. Het is de bedoeling dat je tijdens de oefening niet hol gaat trekken in je rug. Dus probeer steeds de houding te behouden die je in het begin aanneemt. Je heupen zijn 90 graden, je knieën zijn 90 graden en je tenen maak je actief door ze ook naar het plafond te richten. Je armen hou je ook steeds volledig verticaal. Je zal zien dat je tijdens de oefening de neiging hebt om je armen meer naar achter te doen en je voeten ook meer naar je borst te trekken. Dit doe je automatisch omdat dit de oefening gemakkelijker maakt. Maar dat is eigenlijk niet de bedoeling. We willen dat ook die onderste buikspieren blijven werken en de hoek blijven behouden, zodat je niet hol trekt in je rug. De makkelijke versie is afwisselend te werken met je armen en je benen. Je strekt elke arm afwisselend uit en daarna strek je elk been afwisselend uit. Is dit te gemakkelijk of wil je jezelf wat uitdagen? Probeer dan diagonaal je ledematen uit te strekken. Je linkerbeen en je rechterarm en daarna je rechterbeen en je linkerarm. Voel je dat je deze beweging toch nog niet kan houden? Ga dan terug naar het afwisselend armen en benen en bouw daarna licht op. Dat was nummer 1. Op naar oefening nummer 2. Oefening nummer 2 is een bridge. Je kan beginnen met gewoon het maken van een bridge. Begin opnieuw met het rollen van je rug tegen de grond en hef dan je billen. Je kan spelen met de hoek in je knieën. Zet je je voeten verder, dan ga je meer je hamstrings moeten gebruiken. Zet je je voeten korter bij, dan werk je meer vanuit je billen. Geen van de twee is fout, het is gewoon een andere invalshoek. Weet je niet waar je op moet werken? Doe dan gewoon ze allebei. Varieer tussen de hoek in je knieën om steeds je spieren op een andere manier aan te spreken. Zo steek je ook wat meer variatie in je training, in je oefening en dat is altijd iets positiefs. Wil je de oefening moeilijker maken? Probeer dan afwisselend één been uit te strekken in het verlengde van je lichaam. Je zal zien dat je de neiging hebt om je heup naar beneden te laten zakken langs één kant. Doe dit niet, hou je bekken horizontaal. Lukt dit nog niet goed, zet dan je voeten wat dichter bij elkaar, zodat je steunbeen centraal staat. Zo zal je makkelijker evenwicht kunnen houden. Laatste oefening, nummer 3, die je zeker moet kennen, is de Superman of de Wonder Woman. Misschien heb je al eens van deze oefening gehoord, maar hier is toch de uitleg over de juiste uitvoering. Zet je op handen en knieën. Zoek in je rug een tussenpositie. Niet helemaal bol, niet helemaal hol. Doe dit voor een eerste keer bijvoorbeeld voor een spiegel, zodat je jezelf kan controleren. Strek zoals in de eerste oefening je armen en je benen afwisselend uit. Dit is de makkelijke versie van de Superman. Wil je een echte Superman of Wonder Woman doen? Strek dan diagonaal je twee ledematen uit. Dus je rechterarm met je linkerbeen en je linkerarm met je rechterbeen. Behoud wel de juiste positie in je rug. Ga hier niet hol maken en zak hier niet door. Blijf je schouders uitduwen en blijf de spanning in je hele lichaam bewaren. Maak je zo lang mogelijk en controleer opnieuw in de spiegel hoe dit er allemaal uitziet. Is dit nog te makkelijk voor jou? Dan kan je proberen je knieën 5 centimeter van de grond te heffen en dezelfde stappen te ondernemen als bij de gewone Superman. Ik heb hier zelf ook nog steeds moeite mee. Ik moet mezelf super hard concentreren bij deze oefening. Dus het is normaal en oké als je hier moeite mee hebt. Het is een enorme uitdaging, maar je zal zien dat door te oefenen de oefening beter onder de knie zal krijgen. Ik hoop dat jullie door deze 3 oefeningen wat nieuwigheden in jullie training kunnen steken. Misschien is dit een nieuwe vibe en geef je wat variatie, een nieuwe stimulus aan jouw lichaam om terug sterker te worden,
om terug fitter te worden. Deze oefeningen zijn heel goed voor de controle over je rug en je buik en kan je echt in eenerd welke situatie doen. Heb je nog vragen? Let me know. Zo, dat was de opbouw van de 3 verschillende oefeningen. Weet dat je dus alle oefeningen makkelijker en moeilijker kan maken. Dus start zeker op jouw niveau. Het is geen competitie. Het is een betere versie worden van jezelf. En steeds vooruitgang boeken in de oefening en sterker worden. Heb je nog vragen over een bepaalde oefening? Laat het dan zeker weten in de comments. Laat ook weten in de comments wat jouw all-time favorite buik- of rugspieroefening is. Eventueel in de fitness of gewoon thuis. En dan zie ik jullie in de volgende video. Dag!